Het gebeurt wel eens vaker dat een storing de straatverlichting treft. Maar op zo'n grote schaal gebeurt het maar zelden, zegt Liander. Door de storing in het stuursignaal branden de lantaarnpalen al meer dan een week, onafgebroken. Sommige dagen wordt het eerder donker natuurlijk. Maar het is wel fijn dat er licht brandt. Het is ook wel gezellig, al die lichtjes heeft ook wel iets. Maar nu is het inderdaad wel heel erg vroeg als ik zie dat nu al de lampen branden. Normaal gesproken kan de straatverlichting op afstand bediend worden. Maar nu moeten alle middenspanningskastjes in de getroffen gebieden gereset worden. En daarvoor moet Liander stuk voor stuk de kastjes langs. En dat kan nog wel een tijdje gaan duren. Het is maar bezuinigen. Maar de lampjes branden maar. Dat is heel jammer, want het kost allemaal heel veel geld. Volgens Liander valt dat mee. De extra kosten komen op rekening van de netbeheerder.